Met de viering van 160 jaar afschaffing van de slavernij in aantocht wordt het tijd dat Afro-Surinamers hun geschiedenis gaan schrijven. Dit zei de Surinaamse dichter en schrijver Romeo Grot afgelopen vrijdag in het KOB-gebouw tijdens een gesprek onder de Afro-Surinamers. Grot ziet de tijd ook rijp om te werken aan eenheid tussen Kriolen en Marons. Hij vindt dat er sprake is van één groep, namelijk Afro-Surinamers. Het Algemeen Bureau voor Statistiek ABS maakt echter nog steeds een onderscheid. Volgens Grot maakt dat deel uit van het oeroude koloniale denken, bedoeld om de Afro-Surinamers te scheiden. Die bij de normen voor praten, de Afrikaanse mensen. Je ooit ook leren wat de man dat je dat voor praten Hindustan naar in die moslim naar Hindu. Nog zo, Aya Samaj. Nana aya de waker, de man nooit doet dat niet. Contrari, de attaque, dat de Hindustan, na amor, piki, fuego grupo, na sanan. Aladi de sabi, dat die dis na lezo. Afo de man, et desko abradaf taf sei, ma yu echi, dat die abradaf taf sei, le ki ban fasi fu, drin dresi baptistiki. Instrevi, no wanita baka. Yo yelde neng leki fotobakra na nga akudo. Na min meina na ting futraye an paraboto trafasi. Imo suku fati fu prati sabi anamakanda. Imo suskrivi vi egi historia. Cultuurkenner André Mozes zegt dat de kolonisator weliswaar vredestraktaten heeft gesloten met diverse groepen, maar dat die vrede altijd gebaseerd was op verdeel en heers. Mozes typeert dit als een eenvoudige tactiek van de witte man. Potunu nanga makandra, fukan feti, pai atrawang, jewansani, fu akang sorleka de himor atrawang. Lek fabrada Romeo ben leg uit ba. In een moderne tijd ook een leer sabbing. Het gesprek onder de Afro-Surinamers was bedoeld om de liefde tussen de Kriolen en Marons te bevorderen. Het uiteindelijke doel is te achterhalen wat deze twee groepen bindt, zodat ze samen als Afro-Surinamers verder kunnen werken aan een betere toekomst.